boterham, dinerborden, pannenkoekborden, de onderste, dinerborden. Pannenkoekborden? Dit zijn pannenkoekborden. Ze zijn heel groot. Van pannenkoek. Of een pizza. Wat je wil, wat je lust. Oké, dankjewel. Thank you. Ja, zal ik hem aanpakken? Nee, doe ik zelf. Mijn vader was hier altijd, na mijn moeders overlijden. En mijn vader is hier 16 jaar over de vloer geweest, ook zondags. En die overleed aan kanker 6 jaar geleden. Toen ben ik in een heel groot gat gevallen, want hij was weg. Mm-hmm. En toen heeft mijn zoon een laptop hier neergezet. En die zei, ga maar wat spelletjes doen, omdat ik met mijn vader altijd zat te kaarten. Maar ja, als je zo'n ding hebt staan, dan weer verder kijken. Mm-hmm. Dus toen kwam ik op Marktplaats terecht, heb ik een oproep gedaan. Wie heeft er voor mij wat boerenboon te koop? Kreeg een mailtje uit Lexmond van een mevrouw. En toen kwam ik daar en toen zag ik dat allemaal staan. En ik was besmet met het virus. Maar Cor verzamelt nu ook. Service, hoe is dat dan? En toen kwamen we weer bij een andere mevrouw in Meerkerk, ook weer via een bot op Marktplaats. Zijn we bij die mevrouw geweest en die had zwart landschap, boerhoeven, blauw boerhoef, zwart, landschap rood en Beatrix. Ja, en toen was hij verkocht. Dat is een koopdoos. Laat niet vallen. En Cor, heb jij niet overwogen toen Ria in het Boerenbond ging, om dan zelf ook in het Boerenbond te gaan? Zo. Ja, heb ik wel eens aan gedacht. Maar dan... Dan komt je op mijn gebied. Laat hem daar maar bij blijven en ik daarbij. Hij is natuurlijk in de WHO terechtgekomen 13, 14 jaar geleden. En ik zit zelf overal op en in, ook met collecten en alles doen. Mm-hmm. Dus ik ging 's morgens weg en ik zei, dag. En hij zat de hele dag achter die geraniums hier. Hij wilde nergens naartoe, niet naar een zwarte markt. Dat ik dan dacht, Jezus, ik plak je achter behang hier daar. Ja, tot ze vies en het is gewoon een heel ander mens geworden. Veel leuker. En, toen kwamen we in dat wereldje terecht en sindsdien zijn we geen zondag meer thuis. En we vinden het allebei een sport om iets te kopen en zo goedkoop mogelijk. En ik vind het een hele leuke hobby van hem ook. Ja, ons leven is best veranderd daardoor. Ja. Ik was voorheen was ik aan de drank. Ja. Maar daar heb ik gewoon mijn punt achter gezet hoor. En, maar vroeg opstaan en dat gaat gewoon niet. Dat was ook 5 jaar geleden. Dus je kan niet zeg maar aan de drank zijn en serviezen verzamelen, dat gaat niet samen. Het is gewoon qua rommelmarkten, qua beurzen. En dat vroege gedoe, dan weet je zeker dat je eigenlijk een keer klem rijdt. Dus dat is niet. Dat is niet aan te bevelen. Zo. Ik heb ooit een keer een cakedoos gekocht. Ja. Voor 50 euro. Heb ik een verhaal van, heb ik op de computer gezet. Heb ik en, echt een verhaal en je hebt hem weer verkocht? Voor 17,5. Ja, echt waar. Die meneer die kocht me voor 1800 euro en ik heb 50 euro laten zitten omdat hij delingszwaard moest komen. En wat hebben jullie met het geld gedaan? Oh, we zijn eerst eens even lekker wezen eten ervan. En toen vakantie, wat hebben we gedaan? Ja, maar je ging weer verder met je servies. En je kan weer verder met je servies. Je kan die andere dingen kopen. Maar je wel lekker gaan eten. Ja, bij de Griek in Vreeswijk. Dat is toch ook toepasselijk? Ja, leuk hè? Ja, omdat ze toch altijd borden kapot gooien? Oh, hebben ze daar niet gedaan in ieder geval. Dat is een zuinige Griek. Nee, wie heeft dat niet gedaan?